Romeo Hoornaert, uitgenodigd door Philip Mette. Waarom, denk je? Omdat hij van mijn tekeningen houdt en mijn schilderijen houdt. Dus, voilà. Tekeningen en schilderijen, dat is het hart van uw werk? Of, Het hart van mijn werk? Of is dat dit sculptuur? Want dit doe je normaal toch niet? Normaal gezien doe ik deze niet. Of in het klein misschien, maar niet echt, nee. Nee, wat moet ik daarop antwoorden? Ja. Dit is het hart van... Allee, dit zijn tekeningen. Hè. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Dus je hebt eigenlijk een tekening aan Filip gegeven? Nee, Filip en ik ontmoeten elkaar veel en we praten veel. En de Filip komt heel veel raaskallen over zijn ideeën en zijn plannen en zijn projecten en wat weet ik allemaal. En dan vraagt hij zijn om mee te doen en dan begin ik te tekenen en te tekenen en te tekenen. En dan komt hij hem terug en dan raaskalt hij hem nog wat. En dan begin ik opnieuw te tekenen en te tekenen. En dan maak ik veel idees en dan is het, ja, voilà. Daar kom ik dus, op neer eigenlijk. Eigenlijk heb je gewoon de tekening aan hem gegeven? Ik geef gewoon de tekeningen aan de Filip. Allee, de Filip vraagt iets en ik begin dan te tekenen. Eerst in het klein en dan communiceren we. Allee, we babbelen heel veel met elkaar. En dan zo, dat leeft dan eigenlijk door de periode dat dat... Allee, in de periode dat dat moet afgeleverd worden, produceren we de tekening. Omdat ik toch sowieso obsessief aan tekenen ben. Dus. Ja. En dan komt dat eruit en dan hebben we dat. Hè. Ja. En dan wordt dat een sculptuur. Een tekening wordt een sculptuur. Uh-huh. Dat is voor u een interessante oefening of een experiment? Of is dat, het is, is het dat zo, niet... Het is gewoon plezant om te zien, like dat om te zien wat dat een mens doet met je werk. Alleen een andere hoek, omdat de hoek van Philly is ook bestaat redelijk hard tegenover elkaar eigenlijk. Allee, qua stijl van werk en al. Dus dat iemand ook een cover doet van een liedje of zoiets. Soms moet je lot in iemand anders handen kunnen leggen. Om tot iets nieuws schoons te komen dat je zelf nooit zou opkomen. Hij maakt eerder een constructie en jij zit eerder van het organische, het spontane, het emotioneel. Klopt ja, dat? Ja, ik denk dat zo wel klopt. Misschien de drummer van zijn spel of van zijn sculptuur.